December is prijzenmaand ook bij TVCC. We hebben al de gezinswagen van het jaar gehad, georganiseerd door de automobilistenvereniging VAB. Straks is er verkiezing van de 4x4 van het jaar, georganiseerd door het gespecialiseerd blad 4x4 Plus. We hebben al onze onvolprezen, maar zeer slecht gewaardeerde Multipla-prijs uitgereikt. Maar de belangrijkste, de auto van het jaar van TVCC, dat gaan we nu doen. En u weet dat we vaak een afwijkende mening hebben met die andere verkiezing van de auto van het jaar. Maar dit jaar, per toeval, zijn twee van onze kandidaten ook genomineerd voor die titel van Europees Auto van het Jaar. Toch nog even vermelden dat we alleen auto's op de lijst zetten waar we ook echt mee gereden hebben. En dat is met name, vermoeden we, jammer voor de Volvo V60. Maar vooruit met de geit. En deze vier auto's hebben het niet gehaald. Met op 5 de SsangYong Rexton. En voor dat geld kan je nergens meer vierkante meters auto kopen. SsangYong timmert sinds ze een zak geld kreeg van een Indische Mahindra stevig aan de weg. De Rexton is daarvan een uitstekend voorbeeld. Een behoorlijke diesel, 181 pk. En dat in een grote auto die op een ladderchassis is gebouwd en dus een uitstekend trekvermogen heeft. Daaruit kan je afleiden dat deze Rexton een heuse 4x4 is, maar dan wel met aftrek van een reductiebak. 5 riante zitplaatsen en een afwerking en uitrusting waarmee je in Europa onder de mensen kan komen. Dat allemaal vanaf 35.000 euro. Je krijgt nergens ter wereld meer auto voor je geld. Op 4 Frankrijk boven met de DS7. En als er één auto is die het merk op de kaart gaat zetten, dan wel deze. DS is nu al een paar jaren een zelfstandig merk en zoekt zijn weg. Het zou ons verbazen als de DS7 niet de ervaren gids blijkt te zijn. Deze 7 doet namelijk een zeer verdienstelijke poging om Franse avant-garde gestalte te geven. Het interieur, zeker in de topversie, is bijzonder chic. En de ophanging doet dankzij computers en de adaptieve demping een beetje terugdenken aan de hydropneumatische ophanging die Citroën wereldberoemd maakte. De auto is stil, heeft een prima automaat, maar koop hem alsjeblieft met de 2 liter motor, zodat het ook nog een beetje vooruit gaat. Dat daar dik 40.000 euro voor betaald moet worden, is een verre deal. Op 3 deze Peugeot 500, rustig maar jongen, 508. Van dezelfde groep, maar van een heel andere orde. Peugeot doet met de 508 alsnog een poging om zich een plaats te verwerven bij de betere middenklasse. En dan nog met een auto die eruit ziet als een coupé, maar dan met 4 deuren. Technisch loopt hij gelijk met de DS7, binnen is er een wereld van verschil. Niet qua kwaliteit, die is bij de 508 dik in orde. Wel in de layout en dan vooral met het hoger geplaatste dashboard en het kleine stuur. We blijven het daar moeilijk mee hebben, maar desalniettemin kon de 508 ons zeer charmeren met zijn voorbeeldig rijgedrag. We reden met een 1600 benzine, 160 pk sterk en dat is net voldoende om je chauffeur te voelen. Wie iets avontuurlijker van aard is, raden we de 225 pk sterke versie aan. Die kost inclusief automaat wel 45.000 euro. Op 2, we hadden hem graag de overwinning gegund, want het is een zeer miskende auto, maar recht evenredig uitstekende mobiel, de Mazda 6. Bij Mazda zijn ze ervan overtuigd dat het milieu nog het best gediend is met de uitpuring van de huidige technologie. Auto's moeten lichter, het verbruik moet lager, de emissie properder. Dat heet bij Mazda Sky Active en de 6 is daar een goed voorbeeld van. Ook met de 2.5 viercilinder, net geen 200 pk sterk, die zuinig met 7 liter toekomt, ook als er wat actiever wordt gereden. De Mazda 6 zit kwalitatief goed in elkaar, heeft alle nodige rijhulpsystemen en is legendarisch betrouwbaar, snel en met een deugdelijke ophanging. Een rijdersauto met andere woorden. Dat moet zo rond de 40.000 euro kosten, maar dan moet je er wel dat mooie Mazda-rood nog bij tellen.
dan heb je wel een auto die er net zo goed uitziet als hij rijdt. En op 1 de Alpine van Renault. Het is lang geleden dat we nog zoveel plezier hebben beleefd aan een week autorijden. U heeft onze test van de Alpine al kunnen bekijken en we hebben toen onze stinkende best moeten doen om er niet de hele tijd met een smile van hier tot in Tokio bij te zitten. Gruivend zijn we de week doorgekomen. Iedere kilometer was genieten. Lichtvoetig laat de auto zich sturen. Snedig laat hij zich om de bochten gooien. Acceleraties en hernemingen zijn indrukwekkend voor een 1.8 turbomotor van maar 245 pk. Maar dat we niet naar een krachtigere versie uitkijken, zegt daarover genoeg. De auto is net stil genoeg voor een sportauto met een fijne reutel in de uitlaat als Tuma. Kortom, de Alpine is een sportauto zoals die hoort te zijn. Heerlijke sportstoelen en net genoeg comfort bij een rustige rit. Extreem duidelijk als het harder gaat. Je hebt de stellige indruk dat je meer dan behoorlijk met de auto kan rijden in een Alpine. En dan is 58.000 euro geen geld. One of the, or let's say, the icon of the off-road cars came into the market. We're talking about the G-Class. Now, 40 years after that launch, Mercedes completely built a brand new one. And this is the car we're driving today. When you have your first look at the new G-Class, the first thing you see, it's not so easy to say is this the new or the old version, because it still looks very similar than the predecessor, but I think the new one is a bit more soft and it looks a bit more modern as well. But there are loads of things that are going to remind you regarding to the old one. So have a look at the front. You find these very nicely round shaped headlamps here. We do have these on the top mounted indicators, and we do have an on the top mounted bonnet as well. So that really looks a lot like the old one. Very important regarding to the size of the car. When you look from the front, something really has changed. One of the big changes, the car now is 64 millimeters wider than its predecessor. Regarding to the weight, very important, the bonnet as well as the wings, as well as the doors, are now made out of alloy. And that saves about 170 kilograms. And still, the car is now about 55% more stiff than the predecessor. But now let's have a closer look at the sight. The first thing that you're going to see here is the shape of the car is in principle exactly the same, but very important, it's 53 mil longer. But when you look here, you find, as with the front, loads of things that reminds you of the old G-Class. First thing is we have this very steep front window here. And what I really like with the car, we have these old-fashioned door handles with the knob, and we have, of course, these very old-fashioned door hinges. When you have a look here, our car, because we do have the AMG version, we do have not only have the side pipes, we also have these 22-inch alloys here with the AMG brakes. We have a red brake here, and we have this very nice big disc as well. At the rear of the car, we do find a typical boxy G-Class. Again, of course, we find the typical door handle, and we have this flat rear window. And something you should not miss with a new G-Class is, of course, these extra wheel mounted on the rear door. One of the biggest advantages of the new G-Class compared to the predecessor is, aside of course, the space, the steering of the car, because that's completely different. The old one was like driving an old lorry, but this one here really feels like driving a standard vehicle on a standard road. When the G-Class hits the market for the first time, 1979, the smallest engine that Mercedes offers at that point only offers 75 horsepower, and this is nothing regarding to what we drive today, especially if you're talking about our G63 AMG. This car features the new V8 4-liter bi-turbo engine, and that offers, in this car here, 585 horsepower.
850 Nm of maximum torque. But if you talk about the smaller version, which is the G500, that is not a lot less. It also offers 422 horsepower, 610 Nm. I think that's more than enough. And both of the cars are featuring the 4-liter bi-turbo V8, and both of the cars are featuring a 9-speed automatic gearbox. And I'm quite sure the next engine we're going to see on the market will be a diesel. And not to get any scratches or dents onto our 22 lovely alloys at the AMG model while going off-road, we now change to the G500. So now we're taking our G500 off-road. Goes up that hill like a goat. So now we go downhill, and I mean downhill. From here I can't see anything at all, I only see landscape. But there is the monitor, and that one works with a camera at the front of the car, so I can really see my path. Yes, now next to me is Gunnar Gutenke. He's, let's say, head of the G-Class. Gunnar, you say this really is a big step. You build a completely new car. Now we have this wonderful model here. So can you explain something regarding to the suspension and to the frame? What happens here and what are the biggest highlights? The major change that we have is that we now have an independent front suspension, which is new to the G-Class and which is offering more precise ride and handling on the road. But also if you ride it off-road, you will find it also helps there and is a positive element. And if you look underneath the car, you see basically you can take a large shoebox and put it underneath. There's no single part sticking out, and that would be endangered that a potential rock would hit it. When we then move further, of course, you will find the three differentials. They're all 100% lockable, like in the past, but with a different technology where we have taken care that we have even more robust solutions. So let's climb into the G-Class. There are two things inside of this car that really makes the difference. This is the first. That really sounds like closing the door of a Mercedes. A bit old-fashioned, but completely solid. And the other thing is something that really surprised me, let's say that way, because when you start driving the car, it locks the doors automatically. And that is really special. Check it out. And now you know that door is locked. The AMG G63 accelerates from 0 to 100 kilometers or 60 miles an hour in only 4.5 seconds. With its new V8 bi-turbo on board with these 585 horsepower, 850 Nm of torque, if you push the pedal to the metal with that car, that really feels like being on a rocket, and when you lift off, somebody kicks your ass on top. But this rocket weighs more than 2 tons. Het is allemaal de schuld van Porsche, het eerste sportautomerk dat begon met het bouwen en verkopen van een SUV, de Cayenne. De Cayenne was een veredelde Touareg, maar dat kon de pret niet drukken, want was dermate succesvol dat Porsche op een bepaald moment er zelfs aan dacht om heel Volkswagen op te kopen. Zo'n voorbeeld werkt natuurlijk aanstekelijk. En dus begonnen andere sportautobouwers zoals Lamborghini, Jaguar, Bentley, nu ook Maserati, straks Aston Martin, met het verkopen van een SUV. En deze Maserati is de Maserati Levante. En zeggen sommigen dat dit een gepimpte Alfa Romeo Stelvio is, dan moeten we dat met kracht ontkennen. Want deze Levante staat op het chassis van de Maserati Ghibli, een auto waar we straks nog mee gaan rijden. En dat chassis van die Ghibli komt van Chrysler. Maar moet wel gezegd worden, Maserati heeft daar met de hulp van Ferrari, een van de weinige uitzonderingen die nog geen SUV heeft, behoorlijk aan
ontwikkeld. En dat valt er ook aan te merken. Want deze Maserati Levante in de Grand Lusso, zoals we hem hier hebben staan, is weliswaar een SUV. En hebben SUV's het nogal moeilijk om hun koetswerk in toom te houden, vooral in het bochtenwerk, dan heeft deze Levante daar nul last van. Stevig chassis, geweldige ophanging. Dat is een stevige ophanging, maar niet zo stevig dat je bij iedere verkeersheuvel je rug in tweeën breekt. Nee, zo erg is het niet, maar wel duidelijk. En daar hoeft hij niet eens voor in de sportstand te staan. En dan valt deze Maserati te rijden als een echte Maserati. Dit is wel een auto met vierwielaandrijving, maar dan wel een vierwielaandrijving die de meeste kracht naar de achteras stuurt en alleen in gevallen van nood de voorwielen laat meehelpen. Je zou het niet dadelijk zeggen, maar dit is dus een beest van een auto. Meer dan 5 meter lang, bijna 2 meter breed, 1,70 meter, een beetje minder hoog. En dan zou je denken, daar is binnen een zee van ruimte. Nou, dat valt op zich wel mee. Genoeg plaats voor 4, ook voor een bagage. Maar om nu te zeggen, spacieus, niet echt, maar wel fantastisch uitgerust. Zeer goed afgewerkt, fijn leder, stil van binnen ook. Je hoort de diesel, want die zit onder de voorkap nauwelijks. En dat is toch een diesel die bepaald potent is. Een V6, 2,7 liter inhoud, 272 pk, dat is niet om achterover te vallen, maar wel 600 Nm. En als je dat koppelt aan een automatische achtbak, dan wil deze auto toch verbazend goed vooruit gaan. Kost dat dan slotten brandstof? Nee, als je een klein beetje op je tellen past, kom je beneden de 8 liter. Maar wie een beetje op zijn Maseratis wil rijden, zal toch al flink zijn best moeten doen om boven de 10 liter uit te geraken. Dus met die CO2-uitstoot valt het nogal mee. En dat is toch vaak de kritiek op deze SUV's. Te hoog, te zwaar, te log, te veel verbruikend. We hebben trouwens nog een ander minpunt. Want sportautobouwers maken van hun SUV's heel vaak een afgeleide van hun sportauto, maar dan wat hoger op de poten. En als er nu één merk is dat daaraan ontsnapt, en je kan dat zien aan de grillen, de typische Maserati grillen die elke Maserati ongeveer heeft, dan is dat wel deze Levante. Dit is design zoals design hoort te zijn. En deze Maserati, hoewel die heel duidelijk een SUV is, is ook heel duidelijk een bijzonder fijngelijnde auto. En dat mag wat kosten. Een Levante zou je rond de 70.000 euro kunnen begroten, maar dan moet je wel nog flink gaan shoppen in de optielijst. En als je een beetje aangeklede Levante wilt hebben, dan mag je toch rekenen op zo'n kleine 90.000 euro. Is die dat waard? Nou, wat ons betreft, iedere cent.